Hallo schappelingetjes van Justice Bergman, het is welkom bij een gloednieuw seizoen van Eredivisie voorspellen. Het is eindelijk weer eens tijd om wat Eredivisie wedstrijden te gaan voorspellen. De vorige seizoen is natuurlijk helaas afgelast door de coronacrisis en daardoor is onze voorspelserie ook afgelast. Maar we gaan er eindelijk weer tegenaan, het gaat eindelijk bijna weer beginnen. Zoals jullie weten heb ik elk seizoen een nieuwe design, dat heb ik nu ook. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Ik heb natuurlijk qua clubs niks hoeven te veranderen aan de versiering zoals ik dat altijd noem. Maar FC Utrecht en Heerenveen hebben wel een aangepast logo omdat ze allebei een jubileumjaar hebben. Dus dat heb ik ook zo netjes mogelijk verwerkt in de layout. Voor mensen die nieuw zijn, ik zal heel even uitleggen wat Eredivisie voorspellen precies is. Elke speelronde post ik een video zoals deze met de volgende speelronde erin. En dat zijn meestal 9 wedstrijden. En die 9 wedstrijden die neem je over in de reacties. En dan bij elke wedstrijd geef je jouw voorspelling van wat die wedstrijd gaat worden. Aan het einde van de speelronde ga ik kijken hoeveel voorspellingen jij goed hebt. Bij een goede voorspelling krijg je 3 punten. Bij een voorspelling waarbij je of de juiste winnaar hebt of je hebt een gelijke spel goed, zeg maar, krijg je 1 punt. En op het moment dat je niks goed hebt, krijg je 0 punten. En zo ga ik elke wedstrijd af van iedereen. Aan het einde zet ik alles in Excel-bestand, wat jullie ook bij kunnen. Meestal staat dat in de beschrijving. En dan kan je zien hoeveel er hier staat. De top 8 van de voorspellers die krijg je ook altijd te zien in de aflevering. Dat is nu dan niet zo, maar na de eerste speelronde wel. En er is altijd 1 week winnaar. En dat heb ik gedaan omdat mocht je nou zeg maar 16e staan in de voorspelranglijst, maar je hebt die week wel de meeste voorspellingen goed of de meeste punten behaald, krijg je toch een beetje je shine in de video. Ondanks dat je niet in de top 8 staat. Dus dat is de reden waarom ik elke week winnaar heb. Er komen ook Europa League voorrondes en Champions League voorrondes die we gaan voorspellen. En KNVB-beker en Interland van de dames. Die voorspellen we ook regelmatig. Alleen daarmee wil ik eigenlijk wachten tot na speelronde 1. Omdat de enige die nu voorrondes heeft voor speelronde 1 is AZ. En het kan zijn dat ze nog een tweede wedstrijd moeten spelen, maar dat is niet zeker. En dat vond ik een beetje lastig. Dus ik dacht van, weet je wat, ik begin gewoon met speelronde 1. En vanaf speelronde 1, als die gedaan is, pakken we alle Europese wedstrijden en zo er ook bij. En dan weet je niet waarom ik dat nu nog niet heb gedaan. De eerste wat we nu dus gaan laten zien is speelronde 1. Ik heb nog een paar regels die zeker de nieuwe mensen even moeten weten, maar misschien ook niet heel erg is voor de oude mensen om weer eventjes opgefrist te worden. Het is zo dat je dus een reactie plaatst met je voorspellingen. Mocht je nou je een keer bedenken van, oh, ik heb daar iets fout gedaan, bewerk je reactie niet, maar zet er een reactie onder van, nou, ik wil deze voorspelling veranderen naar dit. De reden is niet per se belangrijk. Maar het gaat er meer om dat ik kan zien wanneer die reactie is geplaatst. Bij bewerking kan ik dat niet zien. En dan kan je het zomaar hebben ingevuld nadat de wedstrijd is geweest. En dan is het niet meer eerlijk. Dus zo kan ik dat een beetje in de gaten houden. Dus alsjeblieft, denk daaraan. Laten we even gaan kijken wat speelronde 1 is. Welke wedstrijden er gaan zijn. En dan wordt het allemaal voor iedereen, denk ik, wel duidelijk. Dit zijn de wedstrijden van speelronde 1. FC Utrecht AZ is de eerste wedstrijd van het seizoen. Het is om 4:30 's middags, wat een kuttijd is. Maar toch, het eerste wedstrijd van het seizoen, daar heeft vast iedereen zin in. Heerenveen moet tegen Willem II. PEC Zwolle speelt hun eerste wedstrijd thuis tegen Feyenoord. FC Twente ontvangt Fortuna Sittard. FC Emmen, die er voor het derde seizoen nu achter elkaar in zit, moet tegen VVV Venlo. Heracles speelt thuis tegen ADO Den Haag. Sparta met een nieuwe aanwinst Beugelsdijk ontvangt meteen Ajax. FC Groningen moet tegen Robben, tegen Robbens oude club PSV. En als laatste wedstrijd RKC tegen Vitesse. Ik hoop dat iedereen er weer heel erg veel zin in heeft om mee te doen met Eredivisie voorspellen. Ik hoop dat jullie me ook helpen als er vragen zijn. Ik zal alle vragen in de reacties beantwoorden. Maar omdat er natuurlijk al meerdere mensen wel vaker meedoen, zal je misschien ook wel antwoorden krijgen van die mensen. Ik wil jullie heel erg bedanken en ik zie jullie heel graag bij de tweede aflevering van Eredivisie voorspellen. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.